Hallo iedereen en welkom bij de vijfde aflevering van WBTV. Gisteren hebben we al een extra reportage gebracht over de afslankingen binnen de ploeg. Dus deze week hebben jullie een itemje minder bij ons. Nu, de zaterdag op Kortrijk, 2-1. Persoonlijk vind ik dat we bestolen zijn, maar we gaan er niet langer over zagen. Hè. Wel, een pluspuntje was onze nieuwe Israëlische spits, Ghadir. Ik vond hem heel gretig om de match beginnen. Allee, hij is niet begonnen, hij is eigenlijk ingevallen. En ik vond hem heel gretig, maar toen sloeg het noodlot toe. Een tackle op zijn voet en een gebroken middenvoetsbeentje. En ik vrees dat hij voor heel lange tijd dood is. Nu, het probleem is dat onze kameraad de Ghadir nog niet zo goed Engels kan. Dus zijn wij gaan babbelen met een dok om te vragen wat er juist met hem scheelt. De pech hield niet op zaterdagavond. Je weet het allemaal van de moeilijke arbitrage. En dan op het einde van de match liep onze vriend hier nog een fractuurtje op aan zijn vijfde middenvoetbeentje. De metatarsaal, zoals we dat in het vakjargon noemen. Het is juist aan de kopje, dus een redelijk lastige fractuur. Daarmee hebben we geoordeeld dat het beste was om een schroefje in te plaatsen en niet alleen zo met gips te behandelen. Dus, nu blijft hem ook nog een weekje in de gips en daarna gaat hem al terug in een brace gaan. Hè. Dus omdat de schroef erin zit, zitten we nog een stuk verder. Hè. Dat is toch een middelmatig ernstige blessure. We moeten er toch van uitgaan dat het toch minstens een zestal weken gaat duren voordat hij eigenlijk echt serieus terug kan aantreden. Hij is ondertussen geopereerd, het is allemaal zeer snel gegaan, omdat er inderdaad ook vrij veel van afhangt. Hè. Dus hij is ook een van onze spitsen. Het is zaterdag gebeurd en maandag namiddag om 3 uur was hij al geopereerd. We hopen hem alleszins na een vijftal weken wel al serieus te zien lopen en zo, maar natuurlijk voetballen is nog iets anders. Hè. En dan is er spijtig genoeg nog een pechvogel van vorige zaterdag. Christophe Lepoint voor de eerste keer aan de aftrap en hij kreeg al direct 2 gele kaarten. En laat ons zeggen, toch wel 2 discutabele gele kaarten. Hè. Ik vond het heel spijtig, hij waarschijnlijk ook, en daarom vonden wij het een goed idee om hem eens op onze kruk te zetten. J'ai bien été accueilli à Wassenbeveren. Tout le monde me respecte ici. On a une bonne ambiance dans le groupe. Donc tout se passe bien pour l'instant. Ouais, bon, il manque juste un peu les résultats sur en championnat. Mais bon, je crois que ça va venir au fur et à mesure. Ouais. It's empty in the valley of your heart. The sun it rises slowly as you walk. J'ai eu une discussion avec la direction et l'entraîneur de Gand où il m'avait dit que moi j'allais pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. C'est pour relancer ma carrière et c'est surtout pour aider Wassenbeveren. Je crois que bon, s'ils m'ont pris, c'est que voilà, ils croient en moi. Bon, je les remercie aussi parce que bon. C'est aussi eux qui, je ne veux pas dire qu'ils prennent un risque, mais bon, ils m'aident aussi à retrouver mon niveau. Donc bon, c'est clair que bon, si je suis venu ici, c'est pour avoir beaucoup de temps de jeu et pour aider l'équipe au maximum. Ouais. Bon, c'est les Diables Rouges qui... Bon. Est terminé. Bon, je veux dire, quand j'ai eu cet accident, j'étais vraiment au top de ma forme. Donc voilà, bon, c'est clair que ça a cassé, ça a mis un coup d'arrêt à ma carrière. Mais bon, comme je dis à tout le monde, je ne suis pas mort. Je suis surmonté cette épreuve-là. Donc maintenant cette saison, c'est vraiment la saison la plus importante, je crois, de ma carrière. C'est celle qui va décider de mon futur. Donc c'est que, voilà, je me donne à fond aux entraînements, aux matchs. Ouais, bon, c'est ridicule. Bon, voilà, bon, je l'ai dit dans tous les journaux, j'en ai parlé. Bah voilà, ça fait 2 jours que j'en parle partout, donc bon, tout le monde me dit que bah, déjà sur la deuxième faute, il n'y a pas faute. Et puis bon, sur ma première carte jaune, c'est un jeu dangereux. Bon, c'est une reprise acrobatique.
Mais bon, comme j'ai dit à l'arbitre à la mi-temps, bon, je ne savais pas qu'il était derrière moi, j'avais pas l'intention de lui faire mal. Donc, bon, l'arbitre en a décidé autrement. Donc voilà, mais bon, c'est le foot. Mais bon, c'est énervant parce que ça nous coûte les 3 points. Et je veux dire, je pénalise quand même l'équipe aussi, entre guillemets, même si j'ai rien fait, ça pénalise quand même l'équipe. Ouais. Donc je veux dire, c'est déjà un match à 6 points. Bon, il faut gagner absolument, parce que bon, si on perd contre le Cercle et que GB et Charleroi prennent des points, ben, on se retrouve directement avec un écart de 4-5 points. Voilà, bon, c'est très important de faire un très bon résultat samedi ici à la maison contre le Cercle. Bon, ils sont mal pour l'instant, donc je crois que c'est le bon moment de les prendre. En dan zijn we nu voor de eerste maal aanbeland bij onze rubriek Goal van de Maand. We hebben 3 genomineerden, met de simpele reden dat we nog maar 3 doelpunten hebben gescoord in eerste klasse. Dus moeilijk is het niet. Het is aan jullie om te kiezen wie het doelpunt van de maand wint eigenlijk. Allee, de prijs om zo te zeggen. En dat kunnen jullie door te kiezen via Facebook. Dus ik zou zeggen, allemaal massaal naar onze Facebook en stemmen voor het mooiste doelpunt. Laat ons eens kijken naar de genomineerden. Voilà, dit was het dan, de 5e aflevering van WBTV. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en ik verwacht jullie allemaal de zaterdag hier op de Frietil. Want het zal er boenkop moeten zijn tegen Cercle Brugge, de 6-puntenmatch. Bobke Peters komt naar hier en ik moet zeggen, ik ben nog nooit echt een grote fan geweest van Bobke Peters. Het is misschien wel een sympathieke mens, maar godverdikke, hij zal toch zijn best moeten doen, want wij gaan hier de 3 punten houden. Hè. Ik heb de hooligan al in mij naar boven gehaald. Ik hoop dat jullie massaal aanwezig gaan zijn de zaterdag. En dan zie ik jullie voor de 3 punten.